Het Koning Willem-Alexander College. Een jaar lang volgen onze camera's drie brugklasleerlingen op de voet. Dit zijn hun verhalen van het eerste jaar op de middelbare school. Dit is Brugklas. Yvette heeft het moeilijk op school. Ze wordt gepest en deze morgen is het meteen weer raak. Oh, Yvette, heb je een nieuwe broek van de rommelmarkt gekregen zeker? Ach, goeie. Ik daag haar alleen maar een beetje uit. Ik bedoel, ze draagt altijd van die goedkope truien en broeken en van die gezondheidsschoenen. Dan vraag je het toch ook wel een beetje op. Kom ook maar eens even hier trouwens. Zo. En dan dikke. En zie je hier op dan? Hè? Gras en bomen. Altijd moeten ze mij hebben. Kan ik er wat aan doen dat mijn ouders me geen geld geven om kleren te kopen? Of voor een broodje in de kantine? Veel te duur en ook nog eens ongezond. Oké, jongens, kom op. Het weekend is voorbij. Hup. Ja, kom maar rijden. Yvette's ouders zijn een beetje alternatief. Ze wonen in een klein huis en hebben ook geen auto. Maar dat komt ook omdat ze het slecht vinden voor het milieu. Ze zijn misschien apart, maar ze zijn echt ontzettend aardig. En dan vind ik het echt stom dat Tijme en Rosalie zo doen tegen Yvette. Ja, ik vind Yvette wel grappig. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik mijn eigen kledingstijl mag kiezen. Ja, bij ons op school wordt er best wel veel gepest. En vooral bij de meiden dan bijvoorbeeld, als je er heel anders uitziet, andere kledingstijl hebt, dan ben je meestal het slachtoffer. Oké, goedemorgen allemaal. We gaan verder met hoofdstuk 6 van Tijd van Mierig, ja? Dat zijn de 6, 40 en 47. Snij me, wacht hem ook even. Bij me, wacht hem ook even. Hallo. Achterin ook even, dames. Pauze. Yvette heeft bijna geen vrienden en zit vaak alleen. Alleen Fien wil nog wel eens naast haar gaan zitten. Hier, dank je. Ik vind dat die Rosalie zich gewoon aanstellen. En Tijme ook. Ik snap het wel hoor. Ik zie er ook hartstikke tuf uit. Alsof ik dit ooit zelf uit zou kiezen. Ik heb al zo vaak aan mijn moeder gevraagd of ik zelf mijn kleren uit mag zoeken. Dan zegt ze dat ze geen schoenen wil kopen voor 100 euro, omdat ze voor 20 euro ook goede hebben. Maar die zijn wel lelijk. Ik ben het zat om uitgelachen te worden om mijn kleren. Het is toch prima? En wat maakt het nou weer uit? Het maakt alles uit. Ik wil zelf bepalen wat ik aandoe. Ik schrik best van de heftige reactie van Yvette. Ik snap dat ze baalt van haar ouders. Maar aan de andere kant, mijn moeder zegt altijd, als mensen je beoordelen op je uiterlijk, dan zijn het geen goede vrienden. Een paar dagen later heeft Yvette duidelijk een metamorfose ondergaan. Fien herkent haar bijna niet meer terug. Hey. Ja, ik had tegen mijn moeder gezegd dat als ik zeg maar dat ik niet meer naar school zou gaan, dat ze mij geen kleedgeld zou geven. Oh, broek. Zie je wel, het werkt meteen. Rosalie dit aardig tegen me. Ja. Ik zie er ook goed uit. Hey, als ik iemand pest die er debiel uitziet, mag ik het gewoon een complimentje geven als er een keer goed uitziet. En ik moet toegeven, ze zag er best wel goed uit. Heeft ze ook weer een leuke dag. Hoe kom je in die kleren? Hoor je toch? Ik snap er echt niks van. Hoe komt die vet opeens aan die kleren? Haar moeder zou er nooit opeens kleedgeld geven. En ook niet zoveel. Ik geloof het niet.
Yvette loopt een stuk zelfverzekerder over het schoolplein. Haar nieuwe look lijkt te werken. Zelfs Rosalie en haar vriendinnen doen ineens een stuk aardiger tegen haar. Hey, hey. Weet jij misschien het huis op Frans? Ik heb niet echt opgelet. Oh, nou, kijk wel even. Hey, kom je mee naar mijn huis? Nederlands leren? Nee, ik heb al wat beters te doen. Ik vind echt dat die vet belachelijk tegen me doet. Alsof ik iets verkeerds heb gedaan. En ze ziet er ook nog eens belachelijk uit. Hier staat het, hoofdstuk 3 en 4. Oh ja, ik zie het. Oké, nou dank je. Doeg! Rosalie is eigenlijk heel aardig nu. Ze is helemaal niet zo'n bitch zoals iedereen denkt. Ik vind haar eigenlijk wel leuk. De volgende dag is alles weer bij het oude. Yvette heeft haar normale kleren weer aan. Dit is de Yvette die Fien kende. En ze probeert er dan ook achter te komen wat er aan de hand is. Gaat het wel? Hey Yvette. Hoe was het gisteren bij de politie? Wat? Hoe was het in de cel? Hoe lang ben je daar geweest? Vonden je papi en mami zeker niet zo leuk? Ik was dus gisteren in de stad en toen zag ik dat die Yvette werd opgepakt. Ja, vette rel op straat natuurlijk. Volgens mij had ze kleding gejat. Maar ik heb er een filmpje van. Ik ben gisteren opgepakt met klerenjatten. Ik had kleren onder mijn eigen kleren aangedaan. En ja, ik dacht dat het goed was. Er zat niet zo'n, ik dacht dat er geen beveiligingsding op zat. En ik loop naar buiten en alles begint te piepen en de politie komt. Ze nemen me mee naar het bureau en dan, ja, mijn ouders kwamen. En die waren boos. Echt zo boos had ik ze nog nooit gezien. En Tijmen weet het nu ook. En ja, zometeen de hele school. Goed mensen, les is voorbij. Pak je spullen. Ik zie jullie morgen weer. Iemand zien hoe Yvette wordt opgepakt? Ja, ik ben klein, ik weet niet meer. Ah, ik zie hem zo helemaal. Mooi. Oh, wat zei je dan? Nee, joh. Hey Yvette, wil je zelf ook nog zien hoe je wordt opgepakt? Ja, sorry hoor, maar als je het lef hebt om een winkel leeg te jatten, dan moet je ook wel tegen een geitje kunnen. Nee, dat is toch wel zo. Hé, man, plastic been, is dat? Ik zie mij in mijn klas voor gearresteerd. Zeker winkel is dat. Kijk wat ze in de hand heeft. Dat is van de zinvol. Fuck. Ik vind het best wel triest. Ik wil dat je zo ver gaat, alleen maar om er een beetje bij te horen. Ik heb zelf ook wel eens een mascara of zo gejat, maar zoveel kleren, dat doe je toch niet? Hey, zullen we vanmiddag samen huiswerk maken? Nu wil je wel weer zeker huiswerk maken, hè? Eerst laat je me stikken en nu wel weer, omdat de anderen je uitlachen. Hoezo? We kunnen toch gewoon samen huiswerk maken? Nee. Ik snap het wel hoor, van Fien. Niemand wil nu iets met mij te maken hebben. Mijn ouders die zijn ook super boos. Ik moet alles gaan opbiechten in de winkels en terugbetalen. En dat kost echt 2 jaar zakgeld, want dat was ook al niks. Had ik maar andere ouders. Nee, joh. Ja, maar dat is er. Ook ze erbij, hè? Ja. Echt, ja. Die gast. Ja, ik vind het wel lullig voor Yvette. Maar ze had ook echt voor honderden euro's kleren gehad. En dat vind ik echt te ver gaan. Maar ja, het filmpje was ook echt super lullig. Ja, ik heb dat filmpje gezien. Tijmen die had hem namelijk op Facebook gezet. En hij had meteen 2 keer zoveel vrienden, hoor. Ja, maar ik vond het wel echt te ver gaan. Ja, kom op. Je hebt hem wel zelf bekeken ook. Ja, ik heb hem wel bekeken, ja. Maar ja, ze werd gewoon meegenomen op straat, gewoon door de politie. Ja, dat was wel echt heftig. Ja. Maar Rosalie heeft wel gezegd dat Tijmen het van Facebook moest halen. Dat vond ik best wel oké van haar. Ja, vond ik wel goed. Ja, maar jij vindt het gewoon lekker. Dat ook, ja. Thank you.
Lisa is een echte loner. Ze heeft geen vrienden op school en wordt soms gepest. Ze heeft een ernstige vorm van ADHD en kan daardoor wat moeilijker leren. Lisa is eigenlijk een beetje een vreemd meisje. Op zich wel aardig, maar ze heeft niet echt veel vrienden. En het schijnt dat ze in de klas soms echt opeens heel erg kwaad wordt als ze iets niet snapt. Ze heeft ook al bijna nooit haar huiswerk af. En eigenlijk zit ze altijd alleen. Elisa, heb je zin in de beroependag? Die kan echt wel een lesje mode gebruiken. Ja. Dames, doen ze een beetje aardig. Ze gaat er niet met elkaar om of wel soms. Ja. Ja, toch? Lisa is zeker een mikpunt voor de andere meiden. Dat komt omdat ze anders is dan anderen. Het is een van de weinige kinderen die hier een rugzakje heeft op school. Nou, een rugzakje krijg je als je psychische problemen hebt of een lichte handicap. En dan heb je hier op deze school speciaal begeleiding, waardoor je niet naar een andere school hoeft. Lisa, wat wil je laten worden? Werkloos? Ik weet niet wat ik later wil worden, want soms ben ik ook wel bang dat ik niks kan worden, omdat ik sta daar best slecht voor. Ik kan me gewoon niet goed concentreren, maar met het rugzakje gaat het wel beter. Alleen ik heb nog steeds niet echt hele goede cijfers. Niet eens voor gym. Ze is echt een raar kind. Lisa heeft het niet makkelijk op school. Ze noemen haar dom en sloom. En dan vooral Jasmijn en haar vriendinnen. Ze moet echt een make-over of zo. Ik vind het echt niet kunnen. Ze kan beter opletten bij je moeder. Ja. Met beroependag dan komen er ouders over hun beroep vertellen. En vandaag komt de moeder van Jasmijn. En zij is kledingontwerpster. En mijn moeder die kent die kleding. En ze zegt dat het een beetje rare kleding is. En ook duur, dus ik weet niet. Ik denk dat ze wel een paar tips nodig heeft. Dus ja, sowieso. Ik vind haar echt heel raar uitzien. Maar ja, zulke mensen bestaan er. Volgens mij is niet echt een vriendin van mij, nee. Ik vind haar een beetje verwaand. Ze denkt echt dat ze heel wat is. En die meiden doen echt super suf tegen Lisa. Oké, ze is een beetje raar, maar ze heeft heel erg leerproblemen en dat vind ik echt zielig. Beroependag, ja, leuk man. We hadden eerder al een plastisch chirurg en die vertelde echt gore dingen. En bij David hebben ze een voetballer. En wij krijgen dan de modeontwerpster, de moeder van Jasmijn. Wel een beetje saai. Ik had liever die voetballer gehad. Een rokje maken of een jurk of een blouseje is best wel ingewikkeld. Deze week staat in het teken van beroepskeuze. En in de klas van Van der Beek komt de moeder van Jasmijn wat vertellen over mode en het vak van modeontwerpen. De leerlingen mogen zelf ook een kledingstuk ontwerpen en maken. Oké, dank u wel. Ik wil nu dat jullie groepjes van 3 gaan vormen en dan 1 tekening maken. Nou, met groepjes vormen dan gaan vriendinnen altijd met elkaar. Maar in deze klas heb ik niet veel vriendinnen, dus ik blijf altijd maar alleen zitten. Misschien komt er wel iemand naar me toe. Misschien ook niet. Oké, jongens, zit iedereen in een groepje van 3? Ja. Ik niet. Lisa, ga jij maar bij het groepje van Nouria. Lisa kan toch gewoon ook zelf een groepje kiezen? Ik vind haar gewoon super suf. En Van der Beek die zit dan haar bij ons in het groepje. En dat verpest gewoon de sfeer, weet je. En mijn moeder is er vandaag. En Van der Beek die zit dan bij haar bij ons. En dan vind ik vind het gewoon stom. Ja, ik vind het niet leuk. Kan ze niet bij een ander groepje? Lisa heeft moeite om aansluiting te vinden bij de rest. En dat heeft ongetwijfeld te maken met haar leerproblemen. Terwijl Lisa eigenlijk een heel lief meisje is. Ja, ik vond het echt heel lullig dat die meiden gewoon hardop zeiden dat ze Lisa niet in het groepje houden. Ik bedoel, ik wil natuurlijk ook niet bij Max in het groepje, maar dat zeg ik niet hardop hoor. Nou, nee. Ik zou maar blij zijn dat je bij mij zit. Wat dan? Nou, ik kan wel zien wie je gevoel van staan heeft. Vind je ook? Wat ben je grappig. Wat wil jij gaan doen? Zo'n truitje. Geen truitje hoor. Nee, echt niet. Nee, weet je. Wij willen een jurkje maken. Kijk. Echt geen truitje doen. Ja, het heeft toch niet zoveel zin om daar tegen in te gaan. Als zij een jurkje willen en ik een truitje, het blijft toch wel 2-1. En die meiden zullen nooit van elkaar zeggen dat ze iets niet leuk vinden. Oh, dat is ook een mooie. Een jurkje. Hartstikke goed. Gaat het allemaal goed, dames? Mm-hmm. Oh, die is deze. Nee, maar het was maar een probeersel. Dus. Die is echt ontzettend goed, Lisa. Het ziet er echt fantastisch uit. Het is ontzettend professioneel.
Alle verhoudingen kloppen heel goed. Ja, ik vond het zo ontzettend goed getekend. Lisa heeft duidelijk heel veel gevoel ervoor. En heel veel talent. Ze is alleen veel te bescheiden. Hij is echt super mooi. Cool. Ja, ik zag. Dan is mijn tekening echt niks. Nee, maar jij kan sowieso niet zo goed. Ja, die tekening was echt super vet. En Lisa kan ook echt heel goed tekenen. Als ik dat zou kunnen, zou ik echt modeontwerper of graffiti artist worden of zo. Ik dacht dat Lisa echt vet slecht in alles was op school. Maar ja, ze kan gewoon echt vet goed tekenen. Alle verhoudingen kloppen heel goed. Het bovenlijf, het onderlijf. Het is echt een hele mooie tekening, Lisa. Ja, ik was nog nooit ergens goed in op school. Maar Jasmijn's moeder vond het goed. Dat zei ze wel 10 keer. Dus ja, en iedereen kwam eromheen staan. Ik weet niet, ik vind tekenen gewoon leuk. Het is niet eens moeilijk. Een dag later moeten de schetsen uitgewerkt worden. Het groepje van Jasmijn heeft dankzij Lisa een prachtig ontwerp en hoopt dan ook het mooiste kledingstuk van de klas te maken. Bepaal je allemaal met de grote knop, met de grote knop te draaien aan. Ja, met de voet mee naar beneden. Dus als hij strak komt te zitten, dan kun je hem daarmee veranderen. Mm-hmm. Hier, Liam, kijk. Ik doe hem even aan, hè? Ook als je niet doet. Nee, wow. Doe normaal. Ik ben er toch mee bezig. Oh, sexy hoor. Mooi, staat je goed hoor. Mooi, hè? Hè? Gaat er niet doorheen? Het is niet eens een laadje, het zijn alleen maar gaatjes. Stom ding. Gaan we proberen. Ja, toen we achter de lijmmachine gingen was het weer te ver hoor. Ze kan het misschien goed tekenen, maar ik vind Lisa nog steeds een beetje raar. Rot ding! Ik ben er helemaal klaar mee. Doe het allemaal zelf maar! Mijn moeder die vond echt Lisa's tekening echt super goed. En ja, zij kan het wel weten, want zij doet veel met mode. Maar Lisa is dus niet zo dom als ik dacht. Ja, hoe dan? Ze komt er gewoon niet in, wat ik ook probeer. Goed. Rustig blijven is niks aan de hand. Dat is altijd moeilijk. Maar touw komt er niet in. Het zijn gewoon gaatjes. Ja, dan doe je er gewoon even zo doorheen. En dan komt het hartstikke goed. Heb je best. Komt goed. Heb jij het gedaan? Die is ook mooi. Ja. Nou, ik vind hem wel mooi. Sjaaltje past er wel echt heel goed bij. Dan kan je wel mooi een meisje leuk vieren. Oké, jongens, willen jullie allemaal even gaan zitten en stil zijn? Dan kunnen we naar de moeder van Jasmijn luisteren. Alle kledingstukken zijn af. Jasmijn's moeder is onder de indruk van de vele creaties, maar één ontwerp springt er echt uit. Het jurkje dat het groepje van Lisa heeft gemaakt. Zou jullie iets over het ontwerp kunnen vertellen? Nou, we hadden heel veel in bladen gekeken en zo. En daardoor hebben we een beetje inspiratie gekregen wat we zouden kunnen maken. Want we dachten ook een rokje zou ook wel leuk zijn. En toen hadden we een paar jurkjes gezien, zulke avondjurkjes en zo. En toen hadden we ja een beetje de stof met z'n allen uitgekozen. Een beetje gekeken naar donkere stoffen. En verder hebben we gewoon een beetje dingetjes bedacht, zoals dit en zo. Een zakje schoen. Ja, het hielp ook wel een beetje dat Jasmijn natuurlijk al kon naaien. Dus... Ja, maar Lisa kan natuurlijk heel goed tekenen, dus dat helpt ook heel erg. Ja, ik vond het echt gaaf dat Jasmijn dat zei, dat ik het had getekend. Ik bedoel, het was ook wel zo, maar ze had het niet hoeven zeggen. En ze heeft het toch gedaan. Ik vind Lisa eigenlijk best wel oké. Niet dat ik haar haat of zo. Maar ik dacht dat ze niet zo snugger was. Maar dat valt eigenlijk best wel heel erg mee. Maar je moet er echt later wat mee gaan doen. Ik vind echt dat je ontwerpster zo kan gaan worden. Dank je. Lijkt me wel gaaf. Wel echt heel tof van Jasmijn dat ze had gezegd dat het ontwerp van de jurk van Lisa was. Kreeg ze een keer niet alle aandacht. Ik snap dat gedoe rond die kleding allemaal niet zo goed. Maar ja, ik moet ook eerlijk toegeven dat ons groepje ook niet echt het mooiste rokje had gemaakt. Ik wist eigenlijk niet dat ze zo creatief was. Want ze is eigenlijk niet zo slim in de normale, saaie vakken van school. Maar blijkbaar is ze wel goed in dit soort vakken. Volgende keer in Brugklas. Voor de volgende twee lessen zijn aan de beurt Jochem en Esra. Is met Nederlands. Weet je zeker dat het niks te maken had met je spreekbeurt? Ja, nee, dat weet ik zeker. Gaat alles goed thuis, Esra?